Ja, waar we veel tijd hebben doorgebracht. Ja, die zat net nog vol. Kijk, dat is wat hij ook heeft aangepast. Ja, Richard Pex is sinds dat ik 3 jaar oud ben, beste vrienden van ons. Door zijn zoon ben ik ook begonnen met karten. Maar ja, uiteindelijk, we hebben alles eigenlijk samen met hun gedaan tot en met mijn 16e. Dus zij zijn heel belangrijk voor mij geweest. En Richard en mijn vader die hebben zoveel samen gedaan. En ik zag Richard gewoon bijna elke dag toen de tijd. Ik moet ook zeggen, kijk, uiteindelijk zit Max in de Formule 1. Maar het is gewoon alles bij elkaar. Ik bedoel, ik deed dan altijd de motoren tunen, zeg maar, tweilen. Omdat ik daar handig een gevoel bij had. Maar Richard deed, we samen overleggen. Wat we nu ook doen, hè. Twee weten altijd meer als één. Ja, de druk stond er wel op, ja. Ons doel was wel, tenminste zeker Jos, van Max gaat toch die Formule 1. Hij moet nu wel zo hoog mogelijk komen in die autosport. En Formule 1 was toch wel het einddoel. Dat was van begin af aan. Hey, hier is eigenlijk ons museum. Ja, we hebben nooit wat verkocht of wat dan ook. Alles wat we hadden, zeg maar, hielden we. Zodat ook niemand kon kijken wat we deden, zeg maar. Dus alles staat hier in de rek. Hier staat alles. Max zijn eerste helmen. Alle karts waar Max iets in bereik heeft, Europees of wereld, die staan allemaal hier. Uiteindelijk karting, ik bedoel, dat is echt heel duur. Dat heeft in de honderdduizenden euro's gelopen. Een veelvoud daarvan. En destijds zonder een eigen actief inkomen vanuit de racesport. Maar je zag bij Max wel altijd wel wat speciaals. Als vader zijnde denk je altijd dat je de snelste zoon hebt. Maar bij Max was het altijd net iets makkelijker. Ja. Maar wat wel, en dat zeg ik ook heel eerlijk, hij heeft zich... Kijk, Richard heeft 3 zonen. Max zat ergens tussen de middelste en de kleinste, zeg maar. Maar hij moest altijd concurreren met Jorrit, zeg maar, die 5 jaar ouder is. Dus die was eigenlijk veel verder, zeg maar. En Max moest er altijd tegen... Dus daar heeft hij wel heel veel aan gehad, moet ik zeggen. Ja, ik heb daar nooit echt bij stilgezet. Op zich, dat leeftijdsverschil, op een gegeven moment appt dat wat weg. Hè. Max, dus in het begin was hij echt te klein. En dan reed ik ook nog met een minikar, dus ik was eigenlijk ook nog best wel klein. Maar ik reed wel een wedstrijd op dat moment. Alles wat we eigenlijk deden, maakte Jos en Max al alert van je moet winnen en je moet het beste eruit halen. Maar het maakt niet uit wat we deden. Al deden gingen we waterskiën, dan moest dat goed gaan. Je moet nooit opgeven en met alle dingetjes heeft Jos Max voorbereid. Mijn vader die voedde mij op een soort van alles of niks, dan maar eroverheen. En zo reed ik ook in mijn tijd, zeg maar. Was alleen maar winnen. Nou, die mentaliteit heeft Max ook, maar dan wel met meer nadenken. En dat zag je ook altijd terug in zijn racestart, zeg maar. De eerste ronde na de start, dan zijn de banden nog niet optimale temperatuur. En dan nam hij de meeste afstand. Daar was hij al echt op de limiet aan het rijden. En dat was echt een heel sterk punt voor Max. Op het moment dat we samen begonnen te racen, zag je echt dat Max meteen stappen zette. En dat we eigenlijk op een gegeven moment qua snelheid op hetzelfde niveau zaten. Maar dat is uiteindelijk ook goed geweest voor mijn carrière. Want uiteindelijk in de autosport krijg je ook niet heel veel tijd om te leren en te wennen. Dus je moet meteen daar staan. En dat, die jaren zeg maar, waar ik dan met Jorrit samen heb gereden en geleerd, dat heeft me uiteindelijk later in mijn carrière denk ik nog meer gebracht. Jorrit had wedstrijdervaring. Jorrit reed al op die banen. En toch werd de lat van Max door Jos zo hoog gelegd. Als het niet sneller was, of even snel, het niet bij kan houden, dan was Jos behoorlijk tegen hem tekeer. En van, je kunt niet eens bijhouden. En wat is dit nou? Maar puur alleen om dat niveau aan te gaan. Ik was de relaxheid zelf, wat mijn vader soms niet heel fijn vond. Hoe vaak dat ik heb gehoord dat ik een vrachtwagenchauffeur zou worden. Omdat ik zo relaxed en soms lui was. Volgens hem... Ik kan niet luisteren. Je maakt hier niks. Lieve meid. Godverdomme, achterlijke klootzak. Stom varken. Allemaal dat soort dingen. Je gaat het nooit halen. Dat valt de tijd heel goed samen. Want
Mijn vader was wel altijd heel streng voor mij. En natuurlijk als het even wat minder ging of als ik niet mijn best deed. Ja, dat als ik... Maar dat was uiteindelijk wel altijd, dat motiveerde me dan weer meer om het dan natuurlijk wel te laten zien aan mijn vader, van dat het wel kon en dat ik wel snel genoeg was en dat ik wel genoeg inzet had, zeg maar. Maar mijn vader wou natuurlijk altijd het beste eruit halen en ja, dat heeft hij zeker gedaan. I think the way that Jos has given the opportunity and committed to that opportunity with Max is inspirational, because it shows that with total commitment, with totally being immersed in the world of developing the young boy into the young man, it shows what can be achieved. I think Max had a very tough time. Jos was a very good teacher, instructor, but I think he was more than hard to this young boy. En dat ieder kind wel eens een tik krijgt als hij het verdient. En zo hebben wij dat ook gewoon gekregen. Ik denk niet dat wij dat meer hebben gekregen dan andere kinderen. Ja, ik probeerde Max echt het beste voor te bereiden. Alles wat ik denk, wat zo moet het, of zo moet het niet. Want het is ook belangrijk dat je zelf in kan schatten wat niet en wel goed is. Dat heb ik Max proberen mee te geven. En daar heb ik echt alles aan gedaan. Echt, maar echt alles. Als Max dan had gewonnen, en dan was Jos vaker helemaal niet blij. Want dan had hij iets niet goed gedaan. Dan was hij echt boos. Dan flipte hij uit en dan... Max had gewoon goed gereden en had gewonnen, dachten wij dan. En toch was er iets waar Jos helemaal niet blij mee was. En denk van, ja, waarom word je nou boos? Dat is toch niet goed? Die jongen moet toch ook, zeg maar, beloond worden voor wat hij heeft gedaan. Maar als hij, zeg maar, gewonnen had, maar had even goed stomme acties gedaan, nou, dan vind ik dat hij niet goed gedaan heeft. Dus ik was daar wel heel hard in. En ik denk ook dat de lat gewoon heel hoog lag. En daar was ik wel heel hard in. Hij dramde het er doorheen. Zijn omgeving wist wat hij wilde. En zijn wil was dan ook wet. Zo gaan we het doen. En zo pakken we het aan. En dan komen we er. Ja, ik denk dat hij gewoon moest wennen aan hoe ik, zeg maar, erin stond. Het was iets anders dan hoe hij is opgegroeid. Maar dat betekende natuurlijk niet dat ik niet gemotiveerd was natuurlijk om te winnen. Alleen, ik was gewoon iets anders, zeg maar, hoe ik daar naartoe leefde. Dat is nu nog steeds. Ik denk dat mijn vader voor een wedstrijd, een vermeenwedstrijd, zeg maar op een dinsdag of woensdag, dat hij meer daarnaar uitkijkt dan ik. Dan vraagt hij van, heb je er zin in? Ik zeg, ja, we zien het wel, hè. Vrijdag, zaterdag, hoe het gaat. Op dinsdag heb ik zoiets van, ik wil nog helemaal niet bezig zijn met die wedstrijd, joh. Dat zien we dan wel.